Jong nu met de voorzet op Bergwijn. 2-0. Zet PSV nog een uitroepteken achter dit duel. Dat zou hier kunnen. Bij het schot van Ginkel. Dat is toch nog een treffer van Marco van Ginkel. Ja, hij kent het wel goed. Ik heb ook met 3-0 verslagen misschien een beetje geplateerd. Nou, ik vond Utrecht heel goed spelen. Zeker in de eerste helft een zuivere goal afgekeurd. Goed georganiseerd. En dan tot die andere wedstrijden, Groningen en Sparta, komen zij er wel voetballend uit en komen ze ook tot gevaar. En dat is een groot verschil met die andere twee wedstrijden. PSV had natuurlijk wel wat kansen ook gecreëerd, moet ik eerlijk zijn, in de eerste helft. Ze houden toch de nul, terwijl ze toch redelijk veel problemen. Ze houden veel mensen die er niet waren. Ze houden de nul. Het was geen buitenspel, hè? Het was geen buitenspel. Kan je dit dan? Kan je dit, nou, dat is de vraag. Er staan twee mensen achter. Ho, het is echt doodeng. Oh shit, dit kan niet hoor. Jongen. Ja? Goed dit? Ze kwamen dichterbij. Het gaat gegarandeerd gebeuren. Ho. Dit is echt doodeng. Oh shit, dit kan niet hoor.